We zijn vandaag in Sunpark Semol, waar de kerstverse finalisten voor Mr. Gay Belgium 2019 zijn verkozen. Tijd om ze beter te leren kennen. Bij mij heb ik Kiren. Namaste, Kiren. Namaste, Bart. Oké, we gaan wel verder in het Nederlands, want mijn Indië is niet zo heel goed. Je mag je kort even voorstellen. Ik ben Kiren, Lorijns, kom uit Sinterklaas, ben afkomstig uit India, ben geadopteerd door Belgische ouders. Oké, en waarom heb je ingeschreven voor Mr. Gay Belgium? Ik heb me ingeschreven omdat ik graag wil opkomen voor mensen met een beperking, zowel fysiek als mentaal. De coming out en doorgroeimogelijkheden en de Indische LGBT-regels. Oké. Heb je enig idee hoe de mensen in India omgaan met mensen met een andere geaardheid? Ik weet er nog niet heel veel van, maar ik zit heel veel opzoekingwerk te doen momenteel via Wikipedia. Oké. En heb je enig idee hoe je campagne gaat aanpakken? Daar heb ik zelf nog geen idee van. Geen probleem. Nu, de komende maanden, waar kijk je het meest naar uit, Kiren? Naar de avonturen, naar de campagne die ik ga oprichten en wat mij te wachten staat, ja. Okay. Nu, we gaan in de sfeer van India blijven. Wat is je favoriete plaats in India? Agra, the city of love, daar is de Taj Mahal. Okay. En ben je er zelf al geweest? Ja, al 3 keer. Echt de moeite waard. Oké. Heb je zelf nog plannen voor leuke reizen te maken? Wat is je droombestemming bijvoorbeeld? Amerika, rondreis in Azië. Oké. Mocht je moeten kiezen, één van de twee? Rondreis in Azië. Oké. Ik wens je de tube, maar eerst nog een keiharde campagne tegemoet. Ik wens je heel veel succes, Kiren. En we zien elkaar later terug. Goed? Dag.